klasse betaalt zich hier dan toch weer uit. Of het nu terecht is of niet. Paris Saint-Germain kan het zich permitteren om deze wedstrijd op halve kracht te spelen. Want er is altijd de wetenschap dat er een moment van Zlatan Ibrahimovic komt. En dan doet hij dit schitterend. Ja. En waar staan de verdedigers van Ajax? Het is weer op het randje van buitenspel. Maar Ibrahimovic moet je niet die anderhalf, twee meter geven. Want dan kan hij de bal op de borst aannemen. Dan kan hij de bal laten stuiten en kan hij hem in de draai inschieten. En dat doet hij dan toch alweer op schitterende wijze. Maar Van der Hoorn had daar dichter in de buurt moeten zijn.